goedemorgen. Fijn dat u er weer bent, dat u met ons mee deze dienst wil vieren op zondagmorgen. En we willen u van harte welkom heten en u uitnodigen het eerste lied met ons mee te gaan zingen. Welkom in deze dienst. Fijn dat u kijkt. Deze dienst vanuit de Baptiste gemeente in Veendam uitgezonden. Misschien ben je wel gewend om hier op zondag te zitten. Misschien ook helemaal niet. Maar we mogen verbonden weten met elkaar door Jezus Christus, onze Heer. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Ik wil u voorgaan in gebed. Heer onze God, hemelse Vader, Heer Jezus Christus, wij komen tot u. We willen u danken voor wie u bent. We willen u danken dat u een machtig God bent, een grote koning. Heer, we mochten net al uitzingen dat we, als we samen u aanbidden, dat we u mogen ontmoeten. En Heere God, u wilt met ons zijn, Immanuel. Ook op dit moment wilt u bij ons zijn. Bent u bij ons door uw Heilige Geest? Bent u bij ons in de woonkamers? Bent u bij ons op de plekken waar we ons nu bevinden? Heere God, dank u wel dat u bij ons wilt zijn. Heere God, we willen wat er vanmorgen gebeurt ook in uw handen leggen als we samen avondmaal gaan vieren. Als we liederen zingen, als we over uw woord nadenken en daaruit gaan lezen, dan bidden we u dat we u mogen ontmoeten. Heer, we bidden u voor elkaar als gemeenschap in Veendam,
maar ook als kerken breder in Nederland. Heer, dat vanmorgen uw boodschap mag klinken door alles heen. En dat uw koninkrijk gebouwd mag worden. Heer, dank u wel dat we samen mogen blijden dat u Heer bent, dat u koning bent. En kom tot uw plan, kom tot uw doel, ook deze ochtend. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen met elkaar nadenken over het thema terug naar de eenvoud. Ik wil met u straks een gedeelte lezen uit Handelingen 2. Maar eerst wat over die tekst, wat vooraf gaat aan die tekst uit Handelingen 2. Over 4 weken vieren we Pinksteren met elkaar. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.
Jezus is naar God de Vader gegaan en stuurt zijn geest om in de gelovigen te komen wonen. En iedereen die op het eerste Pinksterfeestdag, eerste Pinksterfeest 2000 jaar geleden aanwezig was, discipelen van Jezus ontvingen de Heilige Geest. God komt dichtbij. Hij gaat eigenlijk dwars door alles heen en er is niets sterker dan de Geest van God. Op de eerste Pinksterdag is Gods Geest uitgestort. En als je gelooft in Jezus Christus, dan mag je ook weten dat de Heilige Geest in je woont. Op het moment op die eerste Pinksterdag, zo'n 2000 jaar geleden, komt Petrus aan het woord. En hij legt het verhaal van de Heer Jezus uit. Hij vertelt wie Jezus is, waarom hij moest lijden, waarom hij moest sterven en uiteindelijk waarom hij is opgestaan. En wat dat voor de mensen betekent. En daarna roept hij hun op om een ommekeer te maken in hun leven, om zich te bekeren. Nou, daar vallen wij in het verhaal in Handelingen 2 en wil ik vanmorgen met u lezen. Misschien heb je zelf thuis een Bijbel en kan je samen met me opzoeken Handelingen 2 vanaf vers 41. Daar is het volgende. Degene die zijn woorden aanvaarde, dus de woorden die Petrus uitsprak, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dat was Handelingen 2 vanaf vers 41. Afgelopen januari was ik in Bangladesh. En daar raakte ik onder de indruk van de kerk van Bangladesh. In al haar eenvoud stond zij in de gunst van het volk. De kerk van Bangladesh heeft verschillende projecten waar kinderen worden opgevangen van 0 tot en met 21 jaar. En daarin krijgen ze een stukje onderwijs van lezen en schrijven, maar ook voorlichting over hygiëne. Het is een geweldige projecten, mocht u zien. Ook een stukje dat ze leren om respect te hebben voor anderen. Ze krijgen goede voeding. Bangladesh, waar we waren, is een land wat heel veel armoede kent. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Een groot percentage van de mensen moet rondkomen voor 1 of 2 euro per dag. Het is een land met 160 miljoen inwoners en 3,5 keer zo groot als Nederland. Als je dat uitrekent, dan zouden op de oppervlakte van Nederland 45 miljoen mensen moeten wonen. Als je nagaat hoe dicht bevolkt dat is, dan kan je wel bedenken hoe zo'n pandemie als vandaag de dag een geweldige impact heeft op de samenleving daar. Maar de kerken van Bangladesh die waren betrokken bij mensen uit hun omgeving. Veelal een moslimland, 90% moslims, daar reikten zij naar uit. Ook de kinderen van de moslimgezinnen, van de hindoegezinnen, waren welkom op de projecten. Niet alleen de christelijke kinderen, juist die anderen. En ze hoorden en ze kregen onderwijs, ook over Jezus. Bijzonder om dat mee te maken, de kerk in al haar eenvoud in Bangladesh. Toen ik terugkwam in Nederland, vertelde ik daarover in de kerk. En twee maanden geleden, op 3 maart van dit jaar, hadden we een vergadering als raad hier, als bestuur, als kerkenraad. En we spraken over het thema terug naar de eenvoud, terug naar de kern. Wat kunnen we leren van de kerk van Bangladesh voor de kerk van Veendam? Voor de westerse kerk. Ik denk heel veel. We waren onder de indruk van waar zij mee bezig waren. De zorg voor de mensen om zich heen. We hebben net die tekst gelezen. Daar kwamen ook een aantal kenmerken naar voren. En vanmorgen wil ik met u nadenken terug naar de eenvoud. En waar heb ik het dan om? Terug naar de eenvoud gaat in de eerste instantie om de Heer Jezus. Om wie Hij is.
Vaak zijn we zo druk bezig met allerlei andere randzaken in de kerken. Dat we discussiëren over dingen die er eigenlijk niet toe doen. En het gaat over Jezus. Over wie Hij is. Over zijn macht. Over zijn koninkrijk. Om uit te zien naar degenen die het minder hebben. Dat leerde Jezus om te dienen. Ik wil vanmorgen 4 punten met u langslopen die we tegenkomen in dat gedeelte in Handelingen. En die ik ook herkende in de kerk van Bangladesh. Allereerst, het eerste punt is wat we lezen in die tekst is dat de mensen het woord aanvaarden. En dat ze zich trouw bezighielden aan het onderricht van de apostelen. Ze hielden zich trouw aan het onderwijs wat ze hadden ontvangen. Het onderwijs vanuit de Bijbel. Het onderwijs van de Heer Jezus. En wij kunnen dat teruglezen nu in de Bijbel. Daar trouw aan zijn. Wij hebben het nodig om ons te laten vullen door Gods woord. Elke keer weer opnieuw. Er komen zoveel andere berichten op ons af en het is soms moeilijk om dat te stoppen. Je wordt er soms angstig van of je krijgt er vragen over. Het is soms goed om even te zeggen, nu niet. Ik wil naar het woord van God luisteren, ik wil dat openen. En ik zou u willen aanmoedigen, net als die kerk in de eerste eeuw in Handelingen, om het woord van God tot je te nemen. Omdat je het nodig hebt, omdat wij het nodig hebben, om daarmee gevuld te worden. Een tweede punt waar ik vanmorgen met u bij stil wil staan is dat ze zich wijden aan gebed. De eerste gemeente wijden zich aan het gebed. Ook voor ons is dat de oproep om Jezus te zoeken, om dicht bij Hem te zijn. Wij twijfelen wel eens en ik kan het me goed voorstellen. Ook in tijden als deze. Dat je denkt van, wat gaat er allemaal gebeuren en is God er wel? Die emoties, die vragen mogen wij naar God brengen. Hij vindt het fijn dat wij naar Hem toe komen. Misschien denk je wel, we zijn machteloos. Ook daarin mogen we het uitspreken naar God die zegt dat Hij alle macht heeft. Als je leest in Matteüs 28, dan zijn daar ook een aantal discipelen van wie Jezus afscheid gaat nemen vlak voor zijn hemelvaart. Dan neemt Hij zijn 12 discipelen mee op dat moment. En dan zie je een aantal twijfelen, staat er dan in de tekst van Matteüs 28. En dan zegt Jezus, ik ben met jullie. Ik ben met jullie alle dagen. En mij is gegeven alle macht. Alle macht in de hemel en op aarde. Misschien twijfel je wel eens. Misschien voel je wel eens machteloos. Jezus zegt, ik heb alle macht. En in gebed mogen we het uitschreeuwen naar Hem. Mogen we smeken, mogen we bidden. En vanuit die tekst uit Handelingen 2 zien we ook dat die eerste gemeente zich wijdde aan het gebed. Laten we naast Gods woord te lezen ons ten tweede ook wijden aan het gebed. En ten derde, verbondenheid. Als je die tekst zo leest, dan zijn er allerlei manieren van verbondenheid. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze kwamen bij elkaar in de tempel, ze kwamen bij elkaar thuis. Dat is allemaal lastig in deze periode. Maar er was verbondenheid met elkaar. Er was verbondenheid in Christus. Laten we ook verbonden blijven met elkaar in deze tijd. En ten vierde, een vierde punt is de zorg voor elkaar die je daar al terugziet. Ze stonden in de gunst van het volk, want je zag een opleving onder elkaar ontstaan. Het was goed met elkaar. Er gebeurden wonderen, er waren tekenen. En de kerk van Bangladesh die zich uitstrekte juist ook naar mensen die Jezus nog niet kennen, kinderen opnamen in hun projecten, voeding gaven, onderwijs enzovoort. Merkte je dat allereerst, of in het begin, dat de mensen die niet in Jezus geloofden, niks van moesten hebben. Hindoes en moslims. Maar dat ze naarmate zagen wat de kerken deden, dachten van, ja, wij willen graag dat onze kinderen die juist naartoe gaan. De kerk van Bangladesh is in de gunst komen te staan van het volk. Hoe kunnen wij zorgen voor elkaar? Hoe kunnen wij verbonden blijven met elkaar? Misschien ben je erg verbonden en voel je als warme deken ook op dit moment in deze tijd dat de mensen je opbellen, dat je aandacht krijgt vanuit de gemeente. Misschien voel je juist wel dat er niemand is. Dat je tussen wal en schip dreigt te raken. Dat je denkt van ja, mooi allemaal, leuk om te horen die verhalen over verbondenheid, om zorg voor elkaar. Maar ik merk er niet zoveel van.
Ik weet dat er heel veel wordt omgezien in de gemeente. Er is heel veel omzien, ook in Veendam naar elkaar. Maar er zijn inderdaad ook mensen die dat niet zo ervaren. Daarom wil ik je vanmorgen oproepen dat je misschien deze week 2 of 3 anderen eens kunt bellen. Die je niet zo vaak spreekt. Die je niet 1, 2, 3 zal appen. Zoek 2 of 3 mensen, zoek daar deze week mee contact op. En wees zo verbonden met elkaar. Vraag hoe het gaat. En misschien kan je zelfs over de telefoon ook met elkaar bidden. 4 punten, en er zijn er meerdere genoemd in deze tekst. Maar 4 punten waar ik jou voor wil uitdagen. Om Gods woord te blijven lezen. Om tot je te nemen, om te blijven bidden. Om verbonden te zijn met elkaar. En om te zorgen voor elkaar. Terug naar de eenvoud. Wat is dat? Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus in de kerk. Het mag om Jezus gaan in onze levens. Geldt het ook voor jou? Terug naar de eenvoud, terug naar Jezus. We willen zo meteen een lied met elkaar gaan zingen. Ik verlang naar Jezus. En in het lied komt een prachtig refrein naar voren. U verdient ontzag en eerbied. Alle glorie voor uw naam. U alleen verdient de hoogste eer. U die heerst in eeuwigheid. Mag dat ons antwoord zijn? Ik verlang naar Jezus. Ik verlang. Kostbaar lam, dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg hij mijn schuld, met zijn bloed kocht hij mij vrij. Ik verlang naar Jezus. O mijn ziel, verheerlijk zijn naam. Ooit droeg hij de doornenkrans, nu de overwinnaars kroon. Hij verdient ontzag. Alle glorie voor zijn naam. Hij alleen verdient de hoogste eer. Hij die heerst in eeuwigheid. Ik verlang naar Jezus, alles zin. Alleen verdient de
getuigt, mijn ziel ziet uit, Heer, U bent oneindig mooi. Heer, U bent eindeloos mooi, U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel ziet uit, Heer, U bent oneindig mooi. U bent eindeloos mooi, U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel ziet uit, Heer, U bent oneindig mooi. U verdient ontzag, Heer, biedt alle glorie voor U naam. U alleen verdient de hoogste eer, U die is in eeuwigheid. U bent eindeloos mooi, U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel ziet uit, Heer, U bent oneindig mooi. U bent eindeloos mooi, U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel. Verlang naar Jezus, kostbaar lam, dat stierf voor mij. Heel mijn leven geef ik U, Heer, laat dat mijn offer zijn. Met elkaar de maaltijd van de Heer vieren. In verbondenheid met Jezus Christus, in verbondenheid met elkaar. We lezen een tekst met u uit 1 Korinthe 11 vanaf vers 23. Woorden die Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe. Dan lees het volgende, 1 Korinthe 11 vanaf vers 23. Want wat ik, Paulus, heb ontvangen en u heb doorgegeven, ga terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt. En vanmorgen willen we ook het brood willen we breken. Willen Jezus lijden en sterven willen we gedenken. Willen drinken uit de beker. Het is Jezus die voor ons naar de wereld kwam. Het is Jezus die zijn leven voor een ieder over had. Hij wil ons bevrijden van ziekte, van zorgen, van gebondenheid. Hij heeft ons bevrijd van de vloek, van de invloed van de Satan en van de zonde. Bevrijding. Ook de komende dagen staan we stil bij bevrijding als we 4 en 5 mei vieren. 75 jaar vrijheid in Nederland. De vrijheid van Jezus gaat nog dieper. We zijn vrijgekocht door wat Jezus heeft gedaan. Daardoor mogen we kinderen van God zijn. En ook jij als kind van God bent welkom aan de tafel van de Heer Jezus. Hij nodigt je als het ware uit. Kom aan mijn tafel zitten.
Eet met mij, vier dit met mij, dit feest. En zo, zoals we net hebben gelezen, breken we vanmorgen ook het brood. In de nacht waarin hij werd uitgeleverd, nam hij het brood, brak het brood. Hij sprak de zegen erover uit en hij gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, neemt, eet, doet dit tot mijn gedachtenis. En zo doen we dit tot zijn gedachtenis. En na de maaltijd nam hij ook de beker. De beker met de wijn staat voor het nieuwe verbond dat door zijn bloed gegoten is. Daardoor hebben we, door Jezus' offer, hebben we toegang tot God de Vader. Wij gedenken door brood en door beker. En ook nu bent u welkom om dit samen met ons te vieren. Neemt, eet en doe dit tot mijn gedachtenis. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verward. Mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u. Genade onverdiend, die aan taal.
twijfel wordt geproefd en wordt gezien. Deelt met mij de maaltijd, met mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Zullen we met elkaar danken? Heer Jezus, liefdevolle God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u ons waarlijk wilt bevrijden. Dat u alles heeft volbracht aan het kruis op Golgotha. En dat u sterker bent dan de dood, dan de zonde, dan de zorgen en dan de gebondenheden in ons leven. Dat u machtig bent. Heer, dank u wel dat we zo ook vanmorgen met elkaar avondmaal mochten vieren. Stilstaan bij uw plaatsvervangend lijden en uw sterven. Maar ook vieren dat u bent weer opgestaan. Dank u wel dat u ons uitnodigt aan tafel om dicht bij ons te zijn. Dank u zelfs dat u in ons wilt wonen door uw Heilige Geest. En dat u ons kracht wil geven voor elke dag. Dat u ons wilt leiden, elke dag weer. Dat u ons zelfs wilt troosten. Hey, dank u wel voor uw genade die u in uw Zoon Jezus Christus naar u toe kwam. Heer, we willen u ook op dit moment bidden. Bidden voor ons land. Bidden voor mensen die zorgen maken. Voor mensen die zorgen maken in hun werksituatie. Niet precies weten hoe volgende maand eruit zal zien. Of ze nog wel werkzaam zijn bij het bedrijf of de organisatie waar ze nu werkzaam zijn. Heer, we bidden u voor mensen in verpleegtehuizen, in verzorgingstehuizen. Die hun geliefden missen. We vragen u of u troostend en helend aanwezig wil zijn. We bidden u of u energie wil geven en kracht wil geven aan de mensen die zorg dragen in dit land. In de ziekenhuizen, maar ook in die verpleeghuizen. Al dat personeel dat keihard moet werken in deze tijd. Wees hen nabij en geef hen de kracht ervoor. Heer, we bidden u voor ons land. We bidden u voor Veendam. Wilt u ook in Veendam werken met uw Heilige Geest? Dat mensen bemoedigd mogen worden door wie u bent. Dat mensen misschien u mogen leren kennen als een liefdevolle God. Als iemand bij wie ze tot rust mogen komen. En dat mag. We mogen tot rust komen bij u. U wilt vrede geven, u wilt genade geven. U wilt ons zelfs bevrijden. Heer, dank u wel dat we de komende dagen stil mogen staan bij de bevrijding van ons land. 75 jaar geleden. Heere God, wat is het een rijkdom om te leven in een vrij land. Al zijn de omstandigheden nu weer moeilijk, maar toch mogen we een vrijheid hebben in ons land. En we zijn dankbaar voor al die mensen die 75 jaar geleden voor ons land hebben gestreden. En we gedenken hen ook in deze dagen. Heer, we gedenken en ieder. We gedenken wie u bent. En dat hebben we vanmorgen gedaan door het avondmaal. We mogen ons daarin verbonden weten. We mogen weten dat u ook met ons meegaat de komende week in. Dat u bij ons bent en blijft in alles. En daar dank u voor. U zij geprezen in Jezus' naam. Amen. Willen we met elkaar collecteren? En de collecte van morgen is voor het werk van de gemeente. U kunt geven via de Gift app. G-E-I-V-T. Gemeentewerk wat nu in deze tijd zo anders is. Maar ook daar willen we uw aandacht voor vragen. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Jezus die zei: ik ben met je alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. En hij zei ook: mij is gegeven
alle macht in de hemel en op de aarde. Die Heer Jezus wil jou zegenen met de volgende woorden. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De eenheid in de nabijheid van de Heilige Geest. Zij en blijven met jou. Amen. Door en door.